Met de online zoekmachine Mimore kunnen onderzoekers gegevens uit 3 databanken over Nederlandse dialecten vergelijken en op kaarten afbeelden. De databanken bevatten audio-opnames en geannoteerde transcripties van meer dan 600 Nederlandse dialecten. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. Ons doel met Mimore was om 3 afzonderlijke databases die gegevens bevatten over de syntactische en morfologische variatie in grote hoeveelheid dialecten van het Nederlands, om die bij elkaar te zetten, op een gestandardiseerde wijze toegankelijk te maken en ook op een gestandardiseerde wijze doorzoekbaar te maken. We hadden dus 3 afzonderlijke databanken met een eigen zoekinterface. Die op zich elk afzonderlijk heel leuk te gebruiken waren. Maar zou je dat met elkaar willen combineren, en daar zijn namelijk hele interessante dingen mee te vinden, dan moet je voor alle 3 een extra toegangspoortje maken, zal ik maar zeggen, waarmee de data op een standaard manier daaruit gehaald kan worden en in 1 interface getoond kan worden. Standaardisatie was ook nodig op het niveau van de doorzoekbaarheid. Een voorbeeld daarvan is als je wilt zoeken op het niveau van woordsoortinformatie of kenmerken van die woordsoort. Hè, dus zelfstandig naamwoord, enkelvoud, meervoud, mannelijk, vrouwelijk en zo verder. De kenmerken en woordsoorten die we daarvoor gebruikt hebben, die zijn gestandardiseerd in een zogenaamde ISOCAT-formaat. En dat zorgt ervoor dat elke database die in deze research-infrastructuur zit en elke onderzoeker die ermee werkt onmiddellijk weet wat precies bedoeld wordt met die tag en dat kenmerk. En dat betekent dan weer dat taalkundigen niet hoeven te leren welke tagset gebruikt is voor welke database. Dat is de mens dat ik denk dat het verhaal heeft verteld. Dat is de mens dat ik denk dat het verhaal heeft verteld. Een van de voordelen is dat je data ook buiten het project waarin het in eerste instantie voor verzameld is, gebruikt kan worden. Er zitten 3 databanken in Mimore, SANT, GTRP en DIDDD. En de SANT wordt ook al in een ander project ingezet, in het EDISYN-project. En daar wordt dan gebruik gemaakt van hetzelfde klaring-toegangspoortje wat voor Mimore al bestond. Waar je vroeger heel veel tijd nodig had voor het ordenen van de data en het interpreteren van de data en het selecteren van de data, dat kun je nu in een paar dagen doen. Dus dat werk, daar ben je veel sneller mee klaar, waardoor je veel meer tijd kunt besteden aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen die je eigenlijk, had. Dus ik denk dat het onderzoek doen vele malen gemakkelijker, sneller, efficiënter is. En ook dat je hiermee voorkomt dat iedere taalkundige ook een halve programmeur moet worden.